Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met mist en laaghangende bewolking in het zuiden van het land lost dat wel op. In het noorden komt dikkere bewolking vanuit het noorden aan. In de ochtend misschien nog wat zon hier en daar, maar toch op veel plaatsen wel nevel en mist. Temperaturen liggen ruim onder het vriespunt. Dan gaan we naar vanmiddag. Dan zien we in het noorden de wolken dikker worden. In het zuiden is de kans op zon aanmerkelijk groter. In het oosten en zuidoosten blijft het licht vriezen. In het noordwesten plus 1 of plus 2 graden. Weinig wind. Dan vanavond en ook vannacht wat meer bewolking. Misschien heel lichte neerslag in het noorden met kleine kans op gladheid. In het zuidoosten ligt de neerslag niet. Blijft het helder en vriest het. Dan morgen. Een beetje vergelijkbaar weer met vandaag. De meeste wolken in het noorden, de meeste zon in het zuiden. Op de meeste plaatsen is het droog, met temperaturen rond of iets boven het vriespunt. Alleen in het zuidoosten nog steeds lichte vorst. Vrijdag, zaterdag, zondag weinig verandering. Vooral vrijdag veel meer wolken, maar wel meest droog. In het zuiden de meeste kans op wat zonneschijn. Voor het weekend geldt min of meer hetzelfde, met overdag op de meeste plaatsen lichte dooi. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.